Ja. Ja, cultuurplatform over vechten en nou, voor sociale buurtmarkt. Over dit onderwerp, over wat je meeneemt, dan moet ik aan denken van wat neem je mee als je op vakantie gaat. En wij nemen als westerse veilige landen ontzettend veel mee op vakantie, wat niet nodig is. Nou, dit jaar heb ik mijn kinderen gedwongen en mijn hele gezin om alles in 3 koffertjes te doen. De kleine koffertjes die in de handbagage kunnen. Dat moet erin kunnen. En zoveel hebben we niet nodig. Wat hebben ze meegenomen? Wat hebben jullie meegenomen? Want nou, jullie gingen niet eens vluchten, hè? Nee, zwembroek, een paar schone kleren, een nachtlampje, een knuffel en verder echt niks. En wij ook, maar ik merk mijn man had het meest moeite mee. Want die is gewend aan veel kleren. Grappig, hè? Maar we hebben niet veel kleren nodig. Het is daar 30 graden. Dus, maar dit vind ik wel leuk, dat de man in dit geval meer kleren meeneemt dan... Ja, die had het meest moeite mee. Ja. Het toilet, hij had heel veel toiletspullen wel die meenemen. Dus ik waarom? Een tandenborstel, maar er is daar ook van alles. En Ja. Maar ik vond het een goede test. Maar dit is natuurlijk heel wat anders. Wij kunnen wel overwogen pakken. Nou ja, het is dan, in die zin is het, lijkt het wel op elkaar. Want je gaat wel ergens naartoe waar je... Je weet er in zekere zin op vakantie waar je naartoe gaat, wat je kan meemaken. Maar nog niet alles. Nee, vroeger ging ik met een rugzak. Had ik alles in mijn rugzak. Ik heb jarenlang gereisd met een rugzak. En dan had ik alles in. Ik kwam thuis en dacht, waar heb ik eigenlijk al die andere spullen voor nodig? Nodig. En zo langzamerhand bouw de dingen toch op, jij hè? Jij hebt een huis vol. Ik begrijp zo niet wat je allemaal in je huis hebt. Ja, bekend probleem. Ja. En, maar inderdaad, even teruggaan naar dit. Ja. Recycling Harry. Op sociale buurtmarkt zijn we de interviews aan het vragen, want hier lopen ook veel vluchtelingen natuurlijk, die ook gewoon een tas mee moesten nemen. Ja. En wat gaat er in jouw tas mee? Ik denk als ik zo hals over kop moet vluchten, dat het gewoon mijn handtas wordt en wat daar op dat moment in zit. Mag ik hem zien? En ja, dat is dus een... Mag ik kijken wat erin zit? Nee, ik wil niet helemaal of zo, maar gewoon... Een telefoon, een portemonnee, een paspoort, een bankpasje. Ja, hele praktische dingen. Een lippenstift. Een lippenstift! Oh, leuk! En waar staat de lipstift voor? Het zit gewoon in mijn tas. Het zijn gewoon dingen die ik bij me heb. Ja. Gewoon mee. Maar omdat ik denk dat als ik halverwege op kop weg ga, dat ik niet uit mijn huis geen dingen ga plukken. Ik denk dat de kinderen allebei hun lievelingsknuffel meenemen. Dat het wordt. En dat ik gewoon van wanhoop niet weet wat ik moet zoeken. Dus dat ik maar gewoon... Ja. Wat ik altijd bij me heb, mijn tas. Maar eigenlijk ben je al klaar om te vluchten, als het ware. Nee, ik moet er niet aan denken. Nee. Ik hoop niet dat het ooit hoeft te gebeuren, maar... Ja. Wat zou het meest verdrietig zijn als je moest vluchten? Wat zou het meeste pijn doen? Het is moeilijk om het in te schatten, maar ik denk... ik zou het ergste vinden van mijn kinderen om in een onveilige situatie te komen. Ik denk dat het ergste vind, dat we onveilig zijn. Ja, hè? Ja. En dan ergens opnieuw beginnen, nou ik denk dat het uiteindelijk ook wel gaat lukken, maar dan zou ik missen de vertrouwdheid van je eigen cultuur, je familie, de vertrouwdheid van de plek waar je opgegroeid bent. Ik denk dat het ergste is, dat je dat mist.